Welkom in Brussel en welkom op het Toyota Kenshiki Forum 2023. Het forum waar niet alleen Toyota, maar ook Lexus nieuwe producten toont die de komende maanden / jaren op de markt gaan komen. Deze Lexus LM wil ik jullie absoluut niet weerhouden. Hij wordt weliswaar niet officieel verkocht in Nederland, maar wel in Europa. En desalniettemin is het bijzonder interessant om te vertellen wat deze auto allemaal te bieden heeft. Want je kan hem natuurlijk gewoon importeren naar Nederland, want hij heeft Europese typegoedkeuring. In deze video vertel ik je de details die jij moet weten over deze Lexus LM. En ik kan je alvast één ding verklappen. Hij is misschien wel luxueuzer dan menig Bentley of Rolls-Royce. Dit is echt oprecht een heel tof apparaat. Om te zien is deze Lexus LM sowieso al een zeer bijzondere auto. Hij oogt heel erg Japans zoals je ziet. Maar hij wordt dus wel officieel verkocht in Europa. En in Europa staat hij in de prijslijst als LM350H. En die aandrijflijn kan jij misschien ook wel kennen van de Lexus RX. Wat krijg je? Een 2,5 liter viercilinder benzinemotor, gekoppeld aan een elektromotor en een CVT-automaat, samen goed voor 184 kW aan systeemvermogen. Deze auto heeft overigens ook vierwielaandrijving. En wat je ook vindt van het exterieur van deze auto, bij deze auto gaat het vooral om het interieur. Alvast even één kleine kanttekening. Je kan deze Lexus LM bestellen als 7-zitter, maar dit is de ultra luxueuze 4-zitter met 2 lounge zetels achterin. En komt die een 48-inch flatscreen hier achterin. Ja, ik moet het je gewoon laten zien. Kijk maar even mee. Bij de Lexus LM draait het vooral om heel erg veel luxe en dat begint al eigenlijk als je deze deur elektrisch opent. Een druk op de knop, sesam open u en deze schuifdeur gaat heel erg mooi open. En wat dan meteen opvalt, vind ik dan weer heel erg leuk. Kijk, hier heeft Lexus een paraplu verstopt. Hè? Stel, je wordt gereden, je chauffeur doet de deur open voor je, het stortregent buiten en dan kan de chauffeur in kwestie gewoon eventjes deze paraplu pakken. Even uitklappen, zodat je niet nat wordt en zo gewoon lekker droog binnenkomt voor je zakelijke afspraak. Het kan allemaal bij deze Lexus LM. Maar ja, als je dan in gaat stappen hier achterin, nou, dat is echt een partijtje luxe. Het begint eigenlijk al bij deze 48-inch tv die hier achterin zit. Ik laat het je gewoon eventjes zien en dan leg ik je ook uit hoe alles precies werkt. Goed, tijd om in te stappen in de Lexus LM. Neem ik eventjes op deze stoel plaats. En voilà, ik kan mijn benen volledig strekken zoals je ziet. Overigens, hier heb je nog een handige opbergvakken. Hier heb je bijvoorbeeld een schoenenkastje. Kun je je schoenen opbergen, zodat je dit mooie hoogpollige tapijt niet vies maakt. Hier heb je nog een heel erg mooi koelkastje voor de champagne of cola light of een andere frisdrank of een andere drank wat je lekker vindt. En hier heb je dan dat immense flatscreen. Dit is overigens ook wel heel erg leuk. Dit is elektrochromatisch glas. Laat ik zo aan je zien hoe dat precies werkt. Als je hier achterin zit, kijk dan ook eventjes vooral naar boven. Kijk, een hele mooie houtafwerking hier op het plafond. Ja, Lexus heeft er echt wel heel erg mooi werk van gemaakt. Je ziet overigens allemaal nog ook bedieningsknoppen. Om bijvoorbeeld het dak te openen, maar ook te sluiten. Het kan allemaal. In dit geval gaat dan de deur dicht. Kijk, die sluit zich eventjes en dat kan ook aan die kant, want ik kan nou ook gewoon eventjes hier op close drukken. Kijk, en dan gaat die deur gewoon dicht. Hoe gaaf is dat? Nou ja, als je hier achterin zit, aan luxe echt geen gebrek. Hier heb je een heel erg mooi armsteuntje met hier nog een bekerhouder. Maar als je deze dus openklapt, dan heb je hier, komt die, kijk, een tafeltje, een klaptafeltje. En dan zou je dus in theorie gewoon eventjes lekker je iPad op kunnen zetten. Of je laptop. Of eventjes een Big Mac. Als dat je ding is. Kun je gewoon eventjes lekker ontspannen eten. Nou, terug opbergen is niet zo heel moeilijk. Klap je hem gewoon weer zo terug. En dan gaat hij mooi dicht. Hier heb je dan nog een riante armsteun. Met ook weer opbergruimte en heel erg veel aansluitpunten. Ik zie USB-C laadpunten. Ik zie 2 HDMI poorten. En die HDMI poorten die zijn weer van belang. Overigens zelfs nog een volwaardig stopcontact. Maar die HDMI poorten zijn van belang om bijvoorbeeld een PlayStation of Xbox Series X aan te sluiten. Om dan bijvoorbeeld het beeld te laten zien hier op dit flatscreen. Het kan allemaal. Deze knop is overigens best wel interessant. Als je die indrukt, kijk, elektrochromatisch glas zoals ik al zei.
Dit element kun je dus als het ware blokken. Stel dat je wel meer privacy wenst, druk op de knop en het elektrochromatische glas wordt troebel en je hebt geen zicht meer hier achterin. Met deze twee smartphones bedien je eigenlijk, bedieningsmodules, bedien je eigenlijk heel erg veel aan boord hier achterin. Hier heb je bijvoorbeeld lights, kun je verschillende lightgradaties aanpassen wat je graag wenst. Je kunt ook de verlichting helemaal zelf aanpassen, bijvoorbeeld de felheid. Kijk, dan komt er hier ook een heel mooi lampje in beeld. De mogelijkheden zijn echt eindeloos. De seats die zijn ook nog volledig verstelbaar, want zoals je bij deze stoel al kunt zien, je kunt hier achterin volledig liggen. Druk je eventjes hierop, pijltje, kijk, en dan komt hij naar voren. En zo kun je dus erg, heel erg lekker zitten hier achterin deze Lexus LM. Nou, ik denk dat ik voor de rest van de dag hier niet meer uitkom. Echt gewoon heel erg gaaf gedaan. En zoals gezegd, deze Lexus LM kun je dus bestellen als 7-zitter, maar ook als 4-zitter. En dan is het natuurlijk wel echt een ultieme luxe vervoersmiddel. Waarvan ik dit deel toch wel heel erg mooi vind afgewerkt. Heel erg fraai gedaan door Lexus. Hier heb je overigens ook nog wat knopjes. Als je die indrukt, krijg je nog een beetje verlichting aan boord. En op deze module kun je dan nog veel meer instellingen wijzigen. Hier bijvoorbeeld nog relaxation. Je hebt hier ook stoelmassage achterin. Full body. Nou, plus, 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 plus. En dan gaat deze stoel gewoon heerlijk masseren. Heel erg fijn. Stoelverwarming heeft hij, stoelventilatie heeft hij ook. Dus stel dat je een warme bipspartij hebt, kun je hem even koelen. Het is allemaal mogelijk hier achterin. Climate control kun je natuurlijk aanpassen. Sunshades heb je ook, diverse. En die kun je dus allemaal bedienen. Dus je kunt bijvoorbeeld ook boot doen. En dan close. Kijk. Voor extra privacy. En dan is het echt helemaal volop privacy achterin. Je kunt ze ook allemaal in één keer weer openen. Kijk, hoe gaaf is dat? Leuk hè? Inmiddels gaat mijn stoelmassage lekker door. Maar dat is dus hier achterin deze Lexus LM. Hier kun je je stoel overigens ook nog aanpassen met stoelverwarming, stoelventilatie. En je kunt ook nog alles handmatig bedienen. Bijvoorbeeld nog lekker lang uit liggen. Het is allemaal mogelijk in deze Lexus LM. Goed, tijd om uit te stappen. Dus ik klap mijn benensteun weer eventjes in. En met een druk op de knop gaat hier de deur ook weer open. Et voilà. En dan kun je dus, het regent gelukkig niet, kun je hem hier aan vastpakken. En dan stap je zo uit in deze Lexus LM. Druk hier op de knop. Kijk, en dan gaat de deur vanzelf weer dicht. Zoals gezegd, aan luxe geen gebrek. En dat was dan alweer de video van de Lexus LM. Ik hoop dat jij hem interessant vond. Is dat het geval? Geef deze video eventjes de welbekende duim omhoog. Vergeet je natuurlijk ook niet te abonneren op ons YouTube kanaal. En dan zie ik je heel erg graag terug bij een volgende video. De Lexus LM. Toch wel een auto om te onthouden wat mij betreft. Hoi hoi!